Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland in de witte cirkel heeft te maken met veel bewolking en uit die bewolking valt ook af en toe wat lichte regen of motregen. In onze omgeving zien we ook veel bewolking. En dat betekent dat er voorlopig weinig verandering komt in dit weerbeeld. Vanavond de wolkenvelden, dus sporadisch misschien een opklaring. En vooral in het noorden en oosten valt van tijd tot tijd nog wat lichte regen. In het zuiden is het vaker droog. Het is zacht, 14 of 15 graden. En vannacht gaat er eigenlijk nauwelijks wat af. De minimumtemperatuur ligt dus dik boven de 10 graden. En dat is echt heel zacht voor deze tijd van het jaar. Ook vannacht hier en daar nog wat gespetter. Sporadisch een opklaring. Eigenlijk vrij saai weer. En dat verandert morgen niet of nauwelijks. Hoewel in de loop van de dag breekt in het noorden van. Van het land af en toe misschien even de zon door. Maar verder houden we over het algemeen de bewolking. Met van tijd tot tijd ook nog wat lichte regenval. Temperaturen zijn behoorlijk hoog. Het blijft heel zacht met 15 tot 17 graden. En een meest matige wind uit het zuidwesten. De dagen die volgen dan donderdag, nog steeds vrij weinig verandering. Eh, temperaturen liggen dan op een graad of 15. Het is tamelijk bewolkt met hier en daar wat gespetter. Vanaf vrijdag krijgen we een wat meer open structuur. De zon gaat vaker schijnen. Maar er zijn ook buien. De wind draait naar westen. Tot noordwest en die voert koudere lucht aan. We zien zaterdag en ook zondag temperaturen van amper 12 graden. En die temperatuur die gaat voorzichtig ook nog wel wat verder omlaag. Kan zelfs iets onder de 10 graden uit gaan komen, maar dat is ook allemaal mooi tijdelijk. Echt sporadisch uh, hoge temperaturen, misschien nog later in de periode. En de minimumtemperaturen zien we langzaam dan wel wat meer zakken. En komen dan voorzichtig eens een keer in de buurt van de 5 graden. Echte kou zit voorlopig nog niet in de lucht. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.